Dat zometeen. Eerst Bilal Wahib, die krijgt 2 jaar geleden heel Nederland over zich heen als hij tijdens een livestream een bijzonder misplaatste grap uithaalt met een minderjarige. Na dit incident blijft van zijn succesvolle carrière heel weinig over. Met zijn nieuwe documentaire Altijd Altijd laat hij zien hoe hij zijn leven weer oppakt. Vanavond beleeft deze film zijn première op het Nederlands Filmfestival. Ik ben super zenuwachtig. Ja, ik zie al mijn vrienden, familie, ook heel veel mensen van topnotch en zo. Dus ik ben wel benieuwd wat zij ervan gaan vinden. Ik verwacht Bilal te zien, de man achter Bilal. De jonge man die een fout heeft gemaakt en daar enorm voor is gestraft. Ik denk dat je een kant van Bilal gaat zien die je nog niet hebt gezien. De manier waarop hij is gehandeld en hoe hij volledig is gecanceld door alles en nog wat vind ik best wel heel heftig. Je hebt gewoon een hele stomme fout gemaakt. Het was een hele domme grap. Ik bedoel, en er was een minderjarige bij betrokken. En ja, dat liep een beetje uit de hand. Ik dacht, het is voor altijd. Als ik het gemaakt heb, heb ik het gemaakt. Hij is eigenlijk gewoon ja, door alles en iedereen gecanceld, zoals dat heet. Hij had volgens mij niet verwacht dat het zo erg was. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, aan het begin, toen het management dus zei van zullen we dat misschien doen, zei ik ja, tuurlijk, let's go, ik ben er wel voor in. En toen had ik een paar draaidagen, dan dacht ik, oh, dit wordt wel een beetje pittiger dan ik in mijn hoofd had. Hij moet nog zoveel ontwikkelen. Advocaat is aan de lijn. Iedereen heeft je laten vallen. Terug me af. Het is sowieso niet een mea culpa. Het is een onderdeel van het verhaal, maar het is een coming-of-age verhaal. Ik heb mijn verhaal gedaan bij Op1, natuurlijk. En ik heb het aan de ouders ook in hun gezicht gezegd. En dan was het voor mij afgesloten en voor hun ook. Dus ik ga niet nu een docu maken om te zeggen om hartjes te winnen van Nederland. Dat is het totaal niet. Maar ik wilde wel gewoon een kijkje in mijn leven geven en gewoon laten zien van hey, op Instagram was alles heel mooi. En liet ik alleen de leuke dingen zien. En nu dacht ik van ja, we gaan ook even. Ja, de fucked up dingen. Het gaat ook niet altijd goed met mij. Hoofdstuk 1. Ik ben er nog niet. Maar misschien. Heel misschien. Ha! Is het toch nog niet te laat. Ik ben nog lang niet klaar. Ja, het is ondertussen meer dan 2 jaar geleden. Ja, maart 2021 was het. En samen zaten ze in een vlog of zo. Hè, en te praten met een minderjarige jongen en een geintje uithalen. En die jongen zover gekregen om zijn geslachtsdeel te laten ja, zien. Het was naar. En daarna ging het wel razendsnel. En ja, het cancelen, dat was toen al in volle gang. En daar heeft hij echt de wrange vruchten van moeten plukken. Want het was gewoon in één keer, wat hij zegt, ik ben nog lang niet klaar. Nou, op dat moment was het wel even klaar. Want hij kwam totaal niet meer aan de bak. En dat voor iemand die zijn carrière nog in de kinderschoenen staat ja, eigenlijk. Ja. Hè? Hij moest nog afstuderen aan de Hogeschool voor de Kunsten. Dat heeft hij inmiddels gedaan. Hij is acteur, hij is zanger. Hij had allerlei klussen waar hij hartstikke trots mee was. En enorm goed in was. Zelfs al een gouden kalf gewonnen op jonge leeftijd. En dat dreigde hem allemaal afgepakt te worden. Nou, het toeval wil dat er toen al gewerkt werd aan deze documentaire. Dat het voor gekozen is om deze hele affaire als een soort rode draad in dat verhaal mee te nemen. En te laten zien hoe je daar dan mee omgaat en hoe je terugkomt. En Anne de Klerk is degene die dat verhaal verfilmd heeft. En ja, dat is heel heftig. Het is inderdaad een coming-of-age story die daar getoond wordt. Maar die wel een interessante blik achter de schermen geeft. En laat zien wat er met je gebeurt als je gekend wordt. Want volgens mij is dat wel zo ongeveer de eerste keer, toch? Dat cancelen is ondertussen een paar jaar wel zo heftig aan de gang als het nu is. Maar is dit de eerste keer dat we zo... Ja, er zijn wel mensen die hun verhaal hebben op tv gedaan. Hij ook natuurlijk bij Op1. Maar zo van... Ja, maar dat is dan... Ja, maar zo dicht op de een huid interview. Bij zijn. Ja. En ook die momenten dat je alleen thuis zit en denkt... Hoe moet dit verder? En dat is wel voor het eerst. En dat maakt het wel tot een uniek document. Ja. Ja. Wat voelen jullie erbij als je dit ziet? Nou, ik vind hem wel echt. Ik vind hem echt een hele sympathieke jongen. Ik heb hem ook wel eens laatst zag ik hem lopen. En dan zie je dat hij gewoon met zijn vrienden is. En ik dacht toen ook echt van, oh, wat goed dat hij weer naar buiten gaat. Want ik las ook een interview met hem waarbij hij echt zegt van, nou, ik ben een tijd ben ik gewoon echt binnen geweest. Ik kreeg hele heftige bedreigingen. Ja, het is dus inderdaad nog 2,5 jaar geleden. Ja, ja, precies. Dus dan denk ik wel van, ja, weet je, ik hoop voor hem dat dit een soort nieuw begin is eigenlijk wel. Ook omdat het slachtoffer destijds heeft, weet je wel, de zaak heeft laten seponeren van, hey, ik wil er ook niet aan herinnerd worden. En ja, wie zijn wij ook... dan om hem dan tegen te houden? Ja, hij heeft ook gesprekken met die ouders. Dus natuurlijk gevoeld. Ja, ik vind wel weer ook, als je hier naar binnen kijkt, wat er in de tussentijd al allemaal weer is gebeurd. En wat voor een heftige verhalen daarna nog zijn gekomen met een Thijs Reumer bijvoorbeeld. Dan ja, wat een gigantisch verschil er dan is. En dan ben ik het wel met Najib eens, dat je op een gegeven moment ook moet denken.
Ja. Het was gewoon een hele slechte grap. Heel slecht, die bij mij ook is uitgehaald trouwens als kind. Door mijn eigen broer nou te benen. Maar weet je, het is een hele foute, flauwe grap. Maar het was natuurlijk niet de intentie om die jongen op een andere manier zijn geslachtsdeel te laten zien. Het was gewoon een hele slechte grap. Maar ja, het is nu wel klaar, toch? Ja, en het is gewoon echt een goede acteur. Dus ik ben ook wel benieuwd wat er eventueel nog gaat komen. Nou ja, ik vroeg me af wat misschien zo'n documentaire los kan maken bij mensen die... Dat cancelen is zo makkelijk. Je kan zo makkelijk berichtje hier of ik kijk gewoon niet meer. Of dat, misschien door deze kant te zien... Dat mensen dat beeld gaat kantelen. Ja, ga je een beetje meevoelen dat je denkt... ja, misschien moeten we toch een beetje voorzichtig zijn. Ja, dat zal zeker bij iemand die zo jong is. Ja. En kijk, dit is natuurlijk één incident geweest... in de opwinding van zo'n gesprek en lachen. En, dit, en in die zin is het moeilijk te vergelijken met Thijs Reumer. Omdat dat een veel langer proces was. Absoluut. En Thijs ook nog eens twee keer zo oud was. Als maar deze Bilal is volgens mij, dat weet ik zeker... voor het leven van Instagram gehaald. Ja, dat zal moeten blijken. En er zijn nog andere podia. Maar ja, het heeft een enorme impact gehad. En nog steeds. En dat is gewoon het geval als het met kinderen te maken heeft. Dan zou je reageert wat, iedereen nog wat emotioneel. Dat vroeg ik mij nog wel even zeggen. Want ik bedoelde niet dat dit een vergelijking is. Maar wel vooral in de tijdspannen. Juist als het met kinderen te maken. Dat is de overeenkomst met Thijs Reumer. Maar dat was natuurlijk een veel langer proces. Zeker, zeker. En meer dan een foute grap. Ik vroeg mij nog af, dit was een beetje een van de eerste gevallen van... oh jee, we gaan cancelen met het hele land. Als dit vandaag zou zijn gebeurd, zou de reactie dan net zo heftig zijn geweest? Ja, denk ik wel. Als, net wat Evert zegt, het heeft met kinderen te maken. Dus ik denk dat mensen dan extra geprikkeld zijn om daar op te reageren. En dat snap ik ook. Ja, oké.